van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een centraal thema wat we ook in deze aflevering gaan bespreken. En dat is zorg. Daarom hebben we twee mensen uitgenodigd. Henk Driessen, wethouder onder andere belast met zorg en WMO in de gemeente Tiel. En Ron Akst, van harte welkom. U bent de bestuursvoorzitter van de STMR. En de STMR, voor mensen die dat niet weten, wat doet die in Tiel en de regio? Dat is een afgekorte stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk Rivierenland. En onze organisatie ondersteunt jeugdigen, ouders, kinderen, volwassenen en ouderen die een ondersteuningsvraag hebben. Dus met name in de uitvoering erg actief? Zeer actief, ja. En Henk, WMO en zorg, daar ben je de afgelopen tijd erg druk mee geweest. Er komen, zoals dat zo mooi het heet, komt een transitie aan. Wat eerst gedaan werd door het Rijk, gaat uitgevoerd worden door de gemeente. Hoe zit dat? Nou, wat eerst gedaan werd door het Rijk en de provincie, is nu gezegd van nou, dat moet de gemeente gaan doen. Met onder andere als motivatie dichter bij de cliënten. En dat zou dan beter en daarmee ook efficiënter en goedkoper kunnen gaan. Daar zijn we nu mee bezig. Eigenlijk hebben we het al afgerond. En nu staan we gesteld voor 1 januari. En dat heet dan transitie. En ja, er is in dit geval nog gekozen voor, ik durf het haast niet meer te zeggen, een zachte landing rond, waarbij er zo weinig mogelijk voor de cliënten gaat veranderen. En in 2015, ja, gaan we kijken hoe we het anders kunnen gaan organiseren. Dus op papier is het voor elkaar, nu de praktijk. Ja. Voorzie je daar ook veranderingen in? Jazeker. Ik denk dat, zoals Henk ook aangaf, we starten 1 januari 2015, met name de jeugdzorg zal een nieuwe verantwoordelijkheid gaan worden van de gemeente en de begeleiding van burgers. Volgens mij zal voor bestaande cliënten, voor burgers, niet zo heel veel veranderen. Wat je wel ziet is dat er kritisch wordt gekeken van ja, wat kan een cliënt zelf, dus zelf organiseren aan ondersteuning. Wat kan een cliënt vanuit het sociale netwerk organiseren, vanuit familie, buren, mantelzorgers, vrijwilligers. Dat is dat mooie, zoals het heet, de zelfredzaamheid van de maatschappij. Ja. En daar waar dat nodig is, zal er een professionele ondersteuning gegeven worden. En je zal zien dat er steeds kritischer wordt gekeken in hoeverre mensen toch zelfstandig de zorg zelf kunnen organiseren en aanvullend professionele ondersteuning krijgen. Dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi, maar Henk, ja. Wat je ook hoort is die zelfredzaamheid van de maatschappij. Het moet niet worden een zoek het maar uit maatschappij. Nee, absoluut niet. Vandaar dat wij in Tiel gekozen hebben voor eigenlijk 3 groepen. Ik kan het zo maar zeggen. De mensen die gewoon dagelijks zelfredzaam zijn, daar moet je bepaalde dingen voor organiseren. Dat goed blijft doorlopen. Die mensen die gaan nu ook allemaal hun eigen gang. Dan heb je een groep die ondersteuning vragen. Nou, daar moet je weer iets anders op gaan organiseren. En je hebt de kwetsbaren. En daar gaan we dan ons op focussen om het juist te voorkomen dat er straks mensen zijn waarvan je denkt ze zijn zelfredzaam. Terwijl dat niet kan. Dus we moeten het wel, en dat geldt zowel voor de zorgaanbieder als voor de gemeente, we moeten dat wel goed blijven volgen. Het is niet zo dat we nieuwe dingen gaan doen, hè? Het wordt anders geregeld. Ja, dat kun je eigenlijk wel stellen. Nieuwe dingen niet en zeker het volgend jaar niet. Maar het kan best zijn dat er de aankomende tijd heel slim gedacht gaat worden, of dingen bedacht gaan worden. En daar zijn wij bijvoorbeeld in de gemeente Tiel, hebben wij een regiegroep Wonen, Welzijn, Zorg, waar diverse partners samenwerken, samen denken. En dan kan het best zijn dat er iets anders bedacht gaat worden. Dat kan nieuw zijn. Die regiegroep, daar zitten een aantal partners in. Welke zijn dat? Dat zijn onder andere Ron vanuit de STMR. De heer Zuidendorp, Herman Zuidendorp, namens de SOW, de gastheer. De woningcoöperaties. Met de woningbouwcoöperaties, dus alle twee zijn vertegenwoordigd. Er zijn meerdere zorgaanbieders die erin zitten. Ja. Huisartsen zijn vertegenwoordigd. Beschermd wonen, dus het is heel breed. Welzijn. Ja. De valkuil die er zou kunnen zijn is natuurlijk, wie doet wat? Al die partijen zijn er, kennen elkaar ook. Wie doet wat? Ja, in eerste instantie blijven we gewoon doen. Om het zo te zeggen, wij gaan geen zorg bieden. En een zorginstelling. Bedoeld als gemeente zijn? Ja, wij als gemeente, ja, sorry. En een zorginstelling die blijft vooral die zorg zelf geven. Dat zijn de professionals in deze. En daar gaat verder niet zoveel in veranderen. Wat wel gaat gebeuren, dat is bijvoorbeeld
bepalen wie er wat gaat krijgen, hè, waarvoor men in aanmerking komt, wat voor indicatie. Dat gaat nu wel gebeuren, want daar zal de gemeente ja, meer aan de poort staan. En dat zijn we op dit moment ook aan het ontwikkelen. Het zorgpunt die iedereen eigenlijk wel ziet is van houd in stand wat er is. Hoe zie jij dat, Ron? Nou, ik heb daar ook wel zorgen over dat we met elkaar nu in Nederland heel erg druk bezig zijn met de vorming van sociale wijkteams. Ik vind zelf dat het meer een doel op zich is geworden en niet een middel om uiteindelijk te komen tot het vergroten van de zelfredzaamheid. En volgens mij gebeuren er heel veel goede dingen in de regio en in de gemeente Tiel. Ze zijn er al. Ze zijn er al. En dan heb ik het over ontmoetingscentra, sociale voorzieningen, nou, restaurants. Heel veel professionals en welzijnsorganisaties komen bij de cliënten thuis. Kennen de mensen achter de voordeur, weten wat er speelt. En het zou ontzettend zonde zijn, dat zou mijn oproep zijn, ook richting de gemeente, als we die kennis verliezen. En er iets anders voor gaan bedenken. Dus volgens mij moet het vooral zoeken in hoe kunnen we de bestaande diensten en de bestaande capaciteit en de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk benutten. En uiteindelijk moet dat binnen de kaders passen van de budgetten. Henk, daar heb je natuurlijk ook wel ideeën over. Ja, ik zou wel zeggen wat Ron zegt, dat klinkt mij als muziek in de oren. Want wij hebben juist in Tiel, en dat is niet door iedereen begrepen, wij hebben in Tiel juist gekozen voor, laat nou het sociale wijkteam niet een doel op zich zijn. Dus wij hebben daar heel bewust nog niet voor gekozen. Wat wij gezegd hebben, er is al zoveel, er zijn al zoveel goede portalen. Ja, we moeten het wiel niet opnieuw gaan uitvinden. Precies. Dus wat wij nu gaan doen, en daar hebben we afgesproken met de gemeenteraad, dat dat helder moet zijn voor 1 juli 2015. Dan moet gewoon helder zijn van waar gaan de cliënten straks naartoe om iets te vragen, iets te regelen. Misschien zeggen we straks wel wat er allemaal is. Is al zo goed dat we het misschien alleen een beetje moeten reshuffelen van om het nog beter en helderder te maken. Muziek, welzijnsdiensten bijvoorbeeld, speelt daar ook een rol in. De wijkcentra die gesloten gaan worden of eventueel worden ingekrompen. Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten als dat die opgediend wordt. Nou ja, er moet een paar dingen niet gaan vermengen natuurlijk. Soms wordt de indruk gewekt dat er ergens een portaal moet zijn, een ingang, een sociaal wijkteam bijvoorbeeld. Daar gaan alle wonderen gebeuren. Nee. Dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat is niet zo. En daarom zei ik, want ik wil net aangeven van een hele mooie ingang is natuurlijk ook het eerste lijncentrum hier in Tiel. Dat is uniek. Daar zitten, in het centrum zitten bijna alle huisartsen bij elkaar. Met allerlei ondersteunende organisaties er ook bij. Misschien wordt dat wel een hele goede ingang. Dus daar willen we juist de aankomende maanden, en we zijn er overigens al langer mee bezig. Op dit moment is een projectambtenaar echt aan het inventariseren. Wat is er allemaal? En ga geen dingen weggooien die goed lopen. Nou ja. Daarom zeg ik van, klinkt maar als muziek in de oren. Want, vind jij dus automatisch een goede ontwikkeling? Ja, vind ik een goede ontwikkeling. Ik maak me wel in die zin zorgen. Wat ik een aandachtspunt vind, is dat we met elkaar zeggen van, we moeten de burger in de kracht zetten en die moet ondersteund worden door buren, familie, mantelzorgers, vrijwilligers. Het faciliteren. Wat belangrijk is, dat we met elkaar er ook voor zorgen dat die capaciteit er ook is. Mm-hmm. Nou, ik zie een spanningsveld tussen als je kijkt naar het aantal mantelzorgers, dan zie je dat het vooral vrouwen zijn. Maar tegelijkertijd vragen wij in onze maatschappij ook dat vrouwen langer deelnemen aan het arbeidsproces. En ook voor meer uren in het arbeidsproces actief zijn. Nou, op het moment dat je dat ook wil, in het kader van de ontgroening en de vergrijzing. Ja, dus een NN-verhaal. Dan krijg je een NN-verhaal. Ja, dan kan je bijna op je vingers natellen dat dat een spanningsmoment gaat geven. Nou ben jij zelf ook mantelzorger, ja. Naast jouw job als wethouder. Herken je dit? Ja, dat is voor ons juist denk ik de grootste uitdaging om daar goed in mee te blijven denken. Die mantelzorgers die zijn zo kwetsbaar, want je groeit er vanzelf in. En iedereen doet het uit het hart. Nee, je vraagt er niet om. Je doet het uit het hart. En daar moeten we gewoon even slim naar gaan kijken van dat het ook verantwoord blijft. En daar zijn wel mogelijkheden bij, maar dan moet je elkaar opzoeken. En als gemeente moet je ook durven te zeggen op een gegeven moment van jongens, misschien moeten we hier of daar ons beleid bij stellen. Ook weer een samenwerking met de professionals. Maar we moeten in gesprek blijven, ook met de cliënt. En
ja, daar de goede dingen voor organiseren. En aanvullend, hè, het is het één, zijn er voldoende mantelzorgers, voldoende vrijwilligers om te helpen? En twee, wat kunnen wij doen vanuit het maatschappelijk middenveld om de mensen ook goed te begeleiden of goed op te leiden? Nou, dat merk je, hè, met name, zeg maar, dat is ook een stukje communicatie, dat mensen niet goed weten waar ze aan toe, waar men naartoe is. Ja, nou, het is een hele onrustige periode. Als wij onze, van mijn professionals krijg ik terug, en dat zijn er zo'n 1600 in de hele regio, dat heel veel burgers toch heel veel vragen hebben. Wat gebeurt er nu en hou ik mijn zorg nog? Het is denk ik belangrijk dat we heel duidelijk en simpel communiceren naar de burgers toe wat er voor hun wel of niet gaat veranderen. Volgens mij moet je dat niet in algemene zin doen. Want dat is voor bestaande cliënten is dat heel anders dan voor nieuwe cliënten. Ja. Dus dat moet je echt op maat doen. En volgens mij moeten we ook ervoor zorgen dat we nu niet in dit stadium denken van, nou, het gaat allemaal verkeerd en het wordt niks en er gaan doden vallen, even in extreme mate. Tuurlijk moeten we met elkaar, en zo hebben we dat ook afgesproken, goed volgen. Hoe gaat het na 1 januari? Waar zitten eventuele knelpunten? Maar ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om te kijken van, en als er een knelpunt is, hoe gaan we dat gezamenlijk oplossen? En niet elkaar aankijken en gaan zwarte pieten. En de gemeente neemt de ruimte, hè, om goed te schouwen, laten we het zo maar zeggen. Is er dan sprake van een soort Tielse variant? Ja, kijk wat ik net bedoelde. Het kan best zijn dat er dadelijk iets uitkomt wat echt specifiek voor Tiel is. Ja. Dat de oplossing gaat worden voor de toekomst. Als je dat een Tielse variant wil noemen. Het wordt maatwerk voor de gemeente Tiel. Daar wil ik eigenlijk naartoe. Ik wil toch nog even reageren op die communicatie. Ik snap als mensen op dit moment zeggen van we horen zo weinig. Alleen het vervelende is. Wij, en dan heb ik het denk ik wel over de organisaties en de gemeente. Ja, zeg maar de regiegroep? De deelnemers van de regiegroep, maar dan wil ik het toch even specifiek voor de zorg hebben. Uh-huh. Wij krijgen ook heel laat de informatie door. En je kunt nu pas, hè, we zijn nu pas met de gegevens compleet, zijn we de mensen gaan informeren. Want communicatie is ontzettend belangrijk. En ook om te voorkomen dat men angstig wordt. Als het goed is krijgen, of hebben de mensen nu allemaal persoonlijk een brief gekregen wat het voor de personen zelf gaat betekenen. Daar beginnen we mee, met de brief. Voor u verandert het op dit moment nog niets. Ja. En loopt uw indicatie af, dan nemen wij ruimschoots van tevoren contact met u op om samen te kijken van wat er daarna gaat gebeuren. Als men dat weet, dan hoef je nu op dit moment geen zorgen te maken. Want ja, 1 januari is al heel lang geroepen. Alleen we moeten oppassen dat we elkaar niet, laat ik het maar even grof zeggen, niet gek maken. Want een hele hoop dingen gaan gewoon door. Alleen, het wordt even iets anders georganiseerd. En als die hele transitie bedoeld om te besparen, hè, vanuit het Rijk naar de gemeente. Zo'n 33% geloof ik, hè, uiteindelijk is die besparing dat het op moet leveren. Ben je niet bang dat er uiteindelijk voorzieningen toch gaan sneuvelen? Nou, iets heel simpels. Bijvoorbeeld bij de Vier Gevinden. Vier Gevinden heeft een restaurant. Heeft veel meer dan alleen maar die restaurantfunctie. Sociale ontmoetingsplaats. Dat zal ondersteund moeten blijven worden om het te laten bestaan. Ja. Nou ja, hoe staat de gemeente daarin? Daar zijn we als partijen zeg maar in overleg op dit moment. Omdat het nog niet helemaal helder is van wat er op ons af gaat komen. Mm-hmm. We weten dat, maar dan kan Ron beter vertellen dan ik, dat er het een en ander gaat veranderen met de financieringstroom. Dus dat gaat niet meer vanuit het zorgkantoor, meen ik. Ja. Ja. En wat nu? Nou, dat zijn we nu aan het bespreken, aan het uitzoeken. Als dat vanuit de gemeente, dat wij daar budget voor krijgen, dan moeten we daar samen even naar kijken om dat probleem op te lossen. Want ja, wij erkennen die functie, die specifieke functie van de vergulde graaf in dit geval. Die herkennen wij ook natuurlijk. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor jongerencentra. Ja. Ja, kijk. De overheid heeft gemeend inderdaad het anders te gaan organiseren. En ik zei in het begin al, ook vanuitgaande dat het efficiënter kan, dat het goedkoper kan. Ja, biedt ook kansen. Als je het positief draait, zou die zorg nog beter kunnen worden ook.
Ja, dat zou ook kunnen, ja. Hè? Want er wordt nu ook een prikkel gegeven aan de zorginstellingen. Om ook even kritisch te kijken naar het eigen organisatie. En dan heb je best kans dat dat ook door die prikkel best efficiënter kan. Daar zijn ook al signalen van. En nou, er worden ook keuzes gemaakt. Hoe zie jij dat? Nou, misschien ter aanvulling. Ik vind, je moet kritisch kijken. Wat hebben we aan huisvesting en aan voorzieningen in de gemeente Tiel? En dan is het van belang om te kijken van, nou, zijn we in staat om bepaalde huisvesting meer met elkaar te combineren? Het is natuurlijk vreemd dat iedere organisatie zijn eigen huisvesting heeft voor de dagverzorging of voor de jongerenopvang of voor ontmoeting. En ik denk dat dat stadium wel afgesloten gaat worden vanwege de budgettaire kaders. Ja. En dan, maar dat betekent niet per definitie dat die voorziening ophoudt te bestaan. Je moet wel met elkaar gaan kijken, zijn we in staat om het slimmer en goedkoper te organiseren? Zo is. En nog steeds de voorziening overeind houden. De voorziening in stand houden, behoud wat goed is. Ja, ja. En volgens mij is het nog steeds zo dat we daar, als we met elkaar met vereende krachten daaraan werken, dat er nog mogelijkheden zijn. Naast voorziening is het ook van belang om te kijken naar, zijn we in staat om bijvoorbeeld technologie beter en meer in te zetten? Nou, technologie vervangt niet de menselijke capaciteit volledig. Uh-huh. Nou, noem eens een voorbeeld. Nou, denk aan, we hebben nu in de regio een medicijndispenser. Wat en is dan dat? Moet je je voorstellen dat tot voor kort bij iedere cliënt die medicijnen gebruikte, de wijkverpleegkundige altijd even langskwam om met de cliënt te kijken van, heeft u de juiste medicijnen, de juiste dosering en heeft u ze ingenomen? Dat betekent voor de wijkverpleegkundige dat die ronde wel gemaakt moet worden. En nu hebben we een geautomatiseerde dispenser. En die zorgt ervoor dat iedere cliënt de juiste dosering en de juiste medicijnen krijgt. En op het moment dat hij de medicijnen niet inneemt, gaat er een alarmbelletje richting onze klantenservice. En dan zien we precies, mevrouw Jansen heeft niks opgenomen. Want in de praktijk gebeurt er nog eens dat mensen niet de juiste medicatie krijgen. Ja. En, met alle gevolgen van die. En dat heeft ernstige consequenties. Nou, dat geldt ook voor beeldzorg, waarin mensen een beeldzorgverbinding hebben met de verpleegkundigen die direct beschikbaar zijn. Dus niet dat mensen eerst hoeven te wachten totdat de verpleegkundige of de verzorgende er is. Maar direct na een paar seconden een verbinding hebben met een verpleegkundige en een vraag kunnen stellen. En daar is ook ruimte voor in de toekomst. En daar is ook ruimte voor. En ik denk ook dat we met elkaar, als je het hebt over innovatie, dat we vooral in 2015, nou, onze organisatie is daar al heel erg druk mee bezig, maar vooral in 2015 en 2016 met elkaar moeten kijken. En hoe kunnen we die middelen, die innovatieve middelen, veel beter en grootschaliger inzetten. En dat betekent dan, wat mij betreft, dat de zorg zeker niet slecht hoeft te worden, die gaat wel andere vormen aannemen. Maar dat betekent ook dat de mensen die deze rondes altijd rijden of lopen of fietsen, meer tijd krijgen voor het sociale aspect richting de cliënt. En dat is niet te onderschatten punt. Nee, want dat is in de praktijk hoor je dat veel, hè? Ja. Er is te weinig tijd. Er is te weinig tijd. Een hele gehaaste zuster, hè, zoals we vaak van cliënten terugkrijgen, die op de klok moet kijken, want op tijd weer naar een andere cliënt toe moet. En dat betekent dat we ook meer tijd proberen te creëren om het gesprek met de klant aan te gaan. En ook vooral met de klant te bekijken welke ondersteuning het beste past bij de situatie van de cliënt. Dat moet jouw deugd doen. Ja, absoluut. En je ziet gelukkig ook al die initiatieven ontstaan. Hè? Want wat je zegt, dat is inderdaad een positieve benadering. Ik kan me nog herinneren, toen het allemaal net die plannen allemaal bekend waren, toen was het allemaal mopperen. Dat kan allemaal niet en waar zijn we toch allemaal mee bezig? Onverantwoord. Maar daar is door zowel aanbieders als ook fabrikanten is daarop ingesprongen om elkaar eigenlijk weer samen te kijken van, hé jongens, waar gaan we naartoe? Wat is de uitdaging erin? En zo kwamen ideeën naar boven. Hè? Ook nog van allerlei apparaatjes van als iemand normaal gesproken tussen 9 en 10 opstaat en om 11 uur is er nog geen beweging waargenomen in een slaapkamer. Nou, dan gaat er ook een signaaltje naar bijvoorbeeld familie toe. Van ga eens kijken, want je vader, je moeder of wat voor relatie er dan ook is, die heeft niet haar dagelijkse patroon opgepakt. Nou, dat zijn zulke simpele dingetjes waarbij je op afstand, zeg maar, dat toch die bewaking, dat toezicht houdt. Want dat hebben we ook nodig als inderdaad
ja, het uitgangspunt is dat mensen moeten langer thuis blijven. En dat heb ik meen ik al een keer eerder gezegd. Het moet verantwoord zijn. Nou, en daar zijn we met z'n allen naar aan het zoeken. Hè, en innovatie is net genoemd. Wij hebben ook vanuit de gemeente een x-bedrag beschikbaar gesteld voor innovatieve ideeën. Nou, zo heb je ook positieve prikkels om weer verder te ontwikkelen. Maak je je zorgen om die budgetten? In welke zin zorgen dat ze minder worden? Of, ja, nou kijk, het moet nou, eigenlijk allemaal betaald worden. Kijk, wat ik wel lastig vind van de uitdaging waar we nu staan, is dat we met elkaar de zorg anders willen gaan organiseren. Ik denk dat het ook heel erg past bij deze tijdsgeest. Ja, is prima. Dat is prima, daar sta ik ook achter. Maar het lastige is dat op het moment dat je je anders wil gaan organiseren, dat je eerder meer geld nodig hebt om dat te doen. Mm-hmm. Om binnen een paar jaar daar ook de vruchten van te kunnen zien. Maar op het moment dat je en gaat bezuinigen en een transformatie in wil zetten, ja, dat is best een ingewikkelde opgave. Dat is pittig. En dat is een pittige opgave. En dat betekent dus dat je ook met elkaar heel kritisch moet kijken welk bedrag besteed je aan welke transformatie. En die transformatie gaat niet op 1 januari 2015 in één keer goed lopen. En ik vind ook dat daar moet je eerlijk in zijn. Er zullen... Dan geeft Henk ook al aan. Hè? Ja, zullen fouten gemaakt worden. En transformatie zit vooral in de manier van denken en handelen van burgers, van professionals, van gemeenten, van zorg- en welzijnsorganisaties. En laten we ook met elkaar de komende jaren daar de tijd voor uittrekken om dat ook echt op een andere manier in te gaan vullen. Ja, de hele maatschappij moet transformeren, moet veranderen, want het moet ook allemaal aansluiten. Ja, maar pas op voor die zoek het maar uit maatschappij, hè? Ja. Ja, maar dat hebben we eigenlijk al aangegeven. Dat moeten we dus zien te voorkomen. Ja. En daar zijn we ook met z'n allen weer verantwoordelijk voor. Maar als je alleen maar het principe zou nemen van men vraagt en wij draaien, dan is het niet goed. Nee, hè? Dat is, zo is het altijd gegaan. Ja, nou ja, er is natuurlijk een tijd geweest waarbij het allemaal wat makkelijker ging. En die tijd is er helaas niet meer. Wel, nou, helaas. Je zou kun je ook nog afvragen. Want toen de bomen tot in de hemel groeiden, dan heb je toch een andere benadering dan op het ogenblik. Het is ook niet meer vol te houden. Nee. Je ziet natuurlijk dat er steeds meer ouderen bijkomen. Je ziet dat als het gaat om ondersteuningsvraagstukken, naarmate mensen ouder worden, nemen de gebreken toe, fysieke gebreken toe. En zijn er meer vormen van ondersteuning nodig. Nou, mensen worden ook steeds ouder, dus we krijgen niet alleen maar meer ouderen, maar je ziet ook dat mensen ook steeds ouder worden en steeds gelukkig langer kunnen leven met een chronische aandoening. Ja. Maar dat betekent wel dat ze zorg nodig hebben of ondersteuning nodig hebben. Ja. Ja. En ik verwacht ook wel dat, mag ik zo zeggen, de nieuwe generatie ouderen die eraan gaat komen, dus de mensen die ook dan die ondersteuning nodig hebben, die nu 70 in de categorie 70 zijn, en dadelijk richting de 80 gaan, dat die ook op een andere manier tegen de ondersteuning zullen aankijken. Het zijn ook mensen die vaak en meer te besteden hebben, of een eigen huis hebben, of een pensioen. Ik verwacht wel dat mensen steeds een grotere eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de ondersteuning die ze willen, maar ook daar hun eisen wel in stellen. En dus dat betekent wat mij betreft ook, en ik hoop dat het ook een ontwikkeling is die zich voort gaat zetten, dat klanten ook meer de regie krijgen over bij wie zij hun ondersteuning willen inkopen. Hun eigen budgetten meer kunnen beheren. Ja, want we zeggen ook, je bent zelf, of je wordt zelf meer verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid en jouw eigen ondersteuningsvraagstuk. Dat betekent wat mij betreft ook dat je ze de ruimte moet geven om dat op een goede manier, dan heb ik het niet over de uitwassen die wel eens in de media uitvergroot worden. Waar doe je dan op? Nou, laat ik zeggen dat als het gaat om persoonsgebonden budget, de PGB's, heerst er een sfeer van dat die worden besteed aan mooie televisies en vakanties. Nou, natuurlijk gebeuren er dingen die niet door de beugel kunnen, maar we moeten ook ontzettend oppassen dat we dat als norm gaan hanteren. Want ik roep altijd maar, mensen vragen niet om zorg, het overkomt je ook. Dus het is niet een consumptiedienst waar mensen graag steeds meer van willen hebben. Als we het even samenvatten, met elkaar in gesprek blijven, met name die keten, de regiegroep, die ketengroep hier in Tiel, behouden wat er is en dan komen we er best wel uit.
Ja, een kleine nuancering behouden wat er is. Want er kan, als ik daar, als we daar ja op zeggen, kan dat in mijn beleving een verkeerd signaal zijn. Ja. Want dat zou namelijk niet aansluiten bij het verhaal van transitie en transformatie net. We moeten met elkaar gaan kijken hoe we het anders en beter kunnen doen. Dus behouden wat het is, dan zou je de indruk kunnen wekken van er gaat niks veranderen. Maar dat bedoel ik niet. Doordat er veranderingen plaats gaan vinden, maar wel het goede behouden. Ja, precies. Dat is wat ik zeg. Probeer te zeggen. Ja. Mee eens? Ja, heel erg mee eens. En ik denk ook dat we heel reëel moeten zijn. Daar hebben we het jaar 2015 en 2016 hard voor nodig. Dus laten we nu niet de veronderstelling hebben dat 1 januari alles geregeld is. De klus is nog niet geklaard, eigenlijk begint het pas. Maar het gaat wel om de gezamenlijke verantwoordelijkheid die partijen daarin hebben en ook voelen. En op die manier ook in de praktijk neerzetten. Ja, en die rol van de gemeente helder neergezet. Ja, en we hebben dadelijk een rol in inderdaad. De indicatiestelling, dat portaal hebben wij een rol in. Maar we hebben ook een rol als gemeente, dat heet het eigenlijk al de regiegroep. De gemeente zit die regiegroep voor. Maar volgens mij doen we dat ook op basis van gelijkwaardigheid. Ja. Want daar hebben we ook, en dat merk je al, en dat vertrouwen is nu ontstaan, dat bestuurders over het algemeen behoorlijk al bereid zijn om elkaar in de keuken te laten kijken. Ja. Om elkaar samen te versterken, zeg maar. Dat is mooi. En er komen ook hele mooie initiatieven uit. Ja. Bijvoorbeeld rondom schuldhulpverlening. Daar heeft de gemeente samen, of de SCW samen met de gemeente, het is net hoe je het kijkt, gezegd van nou, we willen eens kijken of we een project op kunnen zetten om al heel snel signalen op te gaan vangen van de schuldenproblematiek. Achter de voordeur. Ja. Nou, dat zijn initiatieven die onder andere in die regiegroep ontstaan. Ja. En ik denk dat we dat alleen maar moeten koesteren en elkaar blijven opzoeken. Ja. Nou, we zitten op de grens van 2014 met 2015. Als het gaat om zorg, een goede wens tot slot. Een goede wens. Ik denk dat het meest belangrijke is dat we, als het gaat om zorg, dat we het niet moeten zien als een product of een dienst die we vanaf het bureau al dan niet kunnen indiceren of kunnen toestaan. Het is en blijft mensenwerk en wat ik hoop en verwacht en me daar heel graag voor wil inzetten, is dat we steeds in contact blijven met de burgers, met de klant en in een dialoog met de klant bekijken wat nodig is en wat de klant zelf kan doen. Nou, dat is een hele mooie. Ja. Henk, je hebt iets langer kunnen nadenken? Nou ja, in aansluiting daarop, ik denk dat we niet in de verleiding moeten komen dat wij straks met vingertjes gaan wijzen. Nog organisaties onderling, nog cliënten richting wie dan ook. We moeten juist in gesprek blijven en de incidenten die er gaan komen, daar kun je op wachten. Er zijn incidenten die ook vandaag en gisteren al zijn geweest. Alleen ze komen vanaf 1 januari toch onder een vergrootglas te liggen. Dan heb je de neiging om te zeggen, mensen, probeer het op een reële manier te benaderen. Ga juist aangeven wat er misloopt, want dan kunnen we erop acteren. En dat geldt denk ik voor zowel de gemeente als alle betrokkenen die er... Ja, dus wat je zelf ook aangaf op basis van gelijkwaardigheid, zorgen dat men in gesprek blijft. Ja, wel uiteraard met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid erin. Maar dat is een wens, want dan denk ik dat we met elkaar, en dan is dat inclusief cliënt, want de cliënt die moet centraal blijven staan. Dan denk ik dat we er alleen maar het sterkste uitkomen. Nou, volgens mij was dit weer een helder verhaal. Ik wil jullie bij deze uitnodigen om ergens in april of in mei nog eens een keer langs te komen. Want dan zijn we alweer een stukje onderweg. Hebben we wat ervaring opgedaan. Precies. Ja. Mag ik jullie danken voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er in januari weer. Graag tot dan.